een economische terugval die minstens even hoog wordt als in de jaren 30. En vergeet ook niet dat bijvoorbeeld een economie als de Amerikaanse in de jaren 30 voor 40% verdwenen was op 5 jaar tijd. Dus van een volume van 100 ging men naar 60. Nu zijn we van 100 naar 95. Wil dat zeggen, sideline, dat al hetgeen Bernanke gedaan heeft heilig en zalig maken is? Nee, ik denk dat hij met zijn fameuze QE, quantitative easing, de collega's van Putin pushed too far, dat hij verder blijven doordrukken op de monetaire gas, gepoogd heeft de economie aan de kant te krijgen, maar dat hij niet echt meer maakt. Een aantal problemen die het leven heeft geroepen, die zich vandaag misschien nog niet volledig manifesteren, maar die toch zeker door Friedman niet zouden onbeschreven geweest zijn. Om de dood eenvoudige reden dat wat voor Friedman absoluut centraal was, de ingreep in de geldbeheerder, dat gelijkvormig nieuw is, quantitative easing die Bernanke die gedaan heeft, waren niet nodig om een volgende in te komen. Het tweede element uit de FNU dat ik met jullie vandaag toch even wil opnemen, naast de cruciale regulaire speelheid in het ontdekken van wat de oorzaken van de grote depressie waren en om het voorkomen van een herhaling die dat dan in 2020. Het tweede element van aandacht, de euro. Dat zijn de oude mensen in de zaal. Zoals al aangegeven, 3 gesprekken met Friedman, waar hij zeer consequent naar mij toe, en ik geef onmiddellijk toe dat ook dat mijn denken sterk geargumenteerd heeft dat de euro zoals we die toen vormgaven geen blijver zou zijn. Mijn eerste gesprek met hem was in 1997, 2 jaar voor de start van de euro, en zijn argumentatie was heel simpel. Er staat vandaag, wat mij betreft, nog altijd razend overeind. Je hebt geen politiek en je hebt onvoldoende flexibele markten. Dus je gaat aan iets beginnen waarvan je nu al kan opschrijven. Wanneer gaat het fout worden? When Europe will have its first major recession. Because then, you will have huge discussions on what is admissible and what is not admissible in terms of budget deficit. Over een paar jaar vandaag in de wereld, onderdeel van de wereld. Hij heeft me dat in 2000 nog eens gedaan en hij heeft me dat in 2005, 14 maanden voor zijn dood, nog eens gedaan. Met de klare duidelijke boodschap. Nothing changes for me. You're sailing well now with the euro, but we'll talk again when your first major recession hits. That's who we have to not need more than that. So I geef toe dat het toch, en geloof me, ik ben gewoon de weergave nu aan het doen van zijn woorden. Iemand die consistent, ook 2005, maar 6 jaar geleden, die toen verklaarde dat de euro toch op de knoppen zou worden in Europa. Ik herinner mij nog zeer goed dat ik in 2005, ten aanzien van de man die vandaag president van Europa is, die heel veel gaat, maar de minister daarover bestaat, Herman Van Rompuy, op een of andere receptie, wilde ik hem mede wat Friedman mij gezegd heeft. Van Rompuy weer letterlijk waar. Zijn we hoe dan mogelijk dat iemand als hij blijft luisteren naar zo'n Amerikaanse midden, waar niemand nog een woord van gelooft, die trouwens waarschijnlijk als nieuw of half erin, en die dingen blijft zeggen die elke dag bewezen worden dat het niet komt. 2005, mei 2005, juni 2005. Dus ik neem de vrijheid om good old small group, want dat was graag voor de meter van de om hier de verdediging van hem op te nemen en om zijn voorzienigheid over de euro gewoon als onderdeel te zien van de heel scherpe geest die de man had en die als geen ander economische theorie, economische evidentie en ik denk dat zijn visie op de euro negatief en hoe negatief die vandaag komen, zijn gelijk, zijn grote gelijk, want dat is zo sterk onderzoek. Ja, dan moet ik zeker vast ook, en ik probeer daar niet te respecteren, qua toelaten dan weer om de nodige vragen te stellen. Er is één ding qua Friedman en de Chicago mensen fundamenteel in vergisten, waar ook ik in alle bescheidenheid in vergisten. Als er één ding is over wat mijn denken dat sterk Chicago inspireert, heb gewijzigd naar aanleiding van deze financiële crisis, is het de werking van de financiële markt, meer specifiek de werking van de bank. We hebben met de roodbank een systemisch belangrijk bank, niet over agenten. Ik praat ook niet over kleinere andere regionale banken. Ik praat over, en ik wil ze met naam noemen, de BNP Paribas van deze wereld, de Citigroups van deze wereld, de Royal Bank of Scotland van deze wereld, de grote banken die, wat men dan noemt, en wat we met z'n allen nog dagelijks aan de lijve ondervinden, too big to fail, daar moeten we iets aan doen. Daar werkt de markt niet. En nu, op dit eigenste moment, heeft mijn goede vriend Noeman zich opgezet. Want de markt die niet werkt, dat was iets waar Noeman altijd was mee had, maar ik ben daar wat dieper van overtuigd. Wat hebben we namelijk gedaan met die grote systemisch belangrijke banken? Hebben we nu uiteindelijk een systeem gekregen waarbij naast systematisch winsten geprivatiseerd en verliezen gesocialiseerd worden. Er is een zodanig systeem van wat economen noemen moral hazard. Noemen het scheeftrekking van de incentives, van de motivering, die maakt dat als banken too big to fail zijn, dat ze gewoon too big zijn. En dat we dus niet moeten lullen, sorry voor de uitdrukking, maar dat is de enige uitdrukking die er past, over de banken, dat de banksector kent de grote bonus. Dat is puur courieren am symptoom. Die grote bonussen ontstaan als gevolg van grote winsten. En die grote winsten ontstaan als gevolg, les nummer 1 in financiële economie, van grote risico's. En waarom neem je die grote risico's? Omdat er altijd twee mogelijkheden zijn in de polarisering. Ofwel leveren grote risico's grote winsten, ofwel leveren grote risico's grote verliezen. Als je weet dat je verliezen kan afweten op de maatschappij en winst in je zak moet steken, dan neem je die risico's. Uiteraard, je zou gek zijn om het niet te doen. En dus, wij bouwen in ons financieel systeem, door die grote banken te laten bestaan zoals ze vandaag bestaan, bouwen wij een systeem in waarbij, en geloof me, het spel is vandaag weer terug volop bezig, waar enorme risico's genomen worden. Uitgaande van het idee, loopt het goed, dan hebben we niet alleen gigantische rentes, maar ook gigantische bonussen. En loopt het fout, dan gaan we naar de overheden, naar u en mij, naar de belastingbetaler, met de handen open, want wij zijn too big to fail en kan en durft ons niet vallen. Dus ik was heel blij dat mijn leven op zijn gezicht heeft gedaan. En men had het tegelijkertijd nog 7, 8 landen tegen de volgende. De schok had even groot geweest, trouwens de schok van Lehman had weinig te maken met het faillissement van Lehman op zich. De schok vloeit voort uit het feit dat de markten niet meer wisten wat de overheden moesten doen. 5 maanden daarvoor hadden ze beursteuners gered. Cadeau gegeven aan JP Morgan. In maart, in oktober laten ze Lehman vallen, failliet gaan. Ja jongens, wat is het? Wat doen de mensen? Red je ze of laat je ze failliet gaan? Dat was de grote bron van onze zekerheid. Niet het faillissement op zich. Dat is een slogan geworden voor de grootbanken vandaag, om iedereen de stapel op blijft te jagen. Dexia, een systemische bank, alsjeblieft, laat me niet lachen. Dat is het meest onnozele argument dat ik al ooit van geleerd heb. Dexia-systeem is de bank. Dexia had in zijn totaliteit in quarantaine moeten zijn. Belfius is een onding, een compleet onding. En had je moeten afwikkelen, met respect uiteraard voor de depositogaranties die je aan de depositohouders gegeven hebt. Maar ja, de aandeelhouder, die in dit geval de Belgische staat was, samen met ARCO, alsjeblieft, moeten uitkleden tot op een beetje. Nee, we gaan het gewoon nog subsidiëren. Dat is het soort, en ik weet niet met mijn woorden, mafieuze van de financiële sector. Als we dat niet aanvloeien, staat het nieuw, herfst 2008 voor de deur. Want geloof me, in de financiële sector neemt men terug dezelfde risico's zo mogelijk nog groter dan in de jaren voor. En nogmaals, ten gronde neem ik die gasten zelf niet kwalijk. We zouden allicht in hun plaats komen. Als je met een paar transacties een bonus van 5 miljoen euro kan opstellen, dat zijn geen uitzonderingen geweest. Wees eens eerlijk, zou dat ook u niet worst zijn wat er achteraf met uw bank gebeurt. Dat uitroeien, dat doe je niet door, zoals die pupils van de Europese Commissie bijvoorbeeld te zeggen, ja maar we gaan de bankbonussen beperken tot het volume van de vaste wetten. Ik vraag me echt af hoe je zo mogelijk kan zijn met zoiets te zeggen. Want als je dat als regel installeert, wat is dan het gevolg? Dat alle vaste wetten onmiddellijk verdubbelen van de topbankiers. Dat is toch nogal evident. Dat wordt trouwens door bepaalde topbankiers in de gespecialiseerde pers vandaag al gesuggereerd. Doe maar. Ja, maar doe. We moeten wat dat betreft, eigenlijk is de realiteit onder ogen zien. Als we deze crisis willen bedwingen, dan moeten we die brood hebben. En mijn goede vriend Herman Van Rompuy, voorzitter van BNP Paribas, die zegt aan Johan, wat zeg je dan? Je hebt grote banken nodig om grote projecten te financieren. Dan heb je een consortium nodig van kleine banken die voor die financiële buurt. Wij hebben geen banken nodig die op zich out of the blue 2 miljard euro krediet kosten. Gaat dat krediet kostelijker worden dan zo'n consortium bankier? Misschien wel. Maar als je ziet de kosten die we nu over ons krijgen van deze financiële bankaire crisis, die is veel malen groter dan de marginale meerkosten van een krediet dat niet door 1 of 2 mammoetbanken zou gegeven worden, maar wel door een consortium van makweg 15 kleine banken. Dus dat argument klopt van geen. Er is heel wat economische evidentie, onder meer ondertussen ook aangedragen door Chicago-economen. Ik ga naar de website van meneer Luigi Zingales op de Business School in Chicago, heeft daar schitterende studies over gemaakt en je zal zien dat je kan. Ik ga even terug in mijn argument. Het zou kunnen zijn dat er schaalvoordelen zijn aan grote banken. Dat is het feit, maar de vergelijking met een autofabriek is evident dat om een efficiënte en kostprijsmatig attractieve autofabriek te hebben, je een zekere dimensie moet hebben, zodanig dat een pakket vaste kosten over zoveel mogelijk auto's kan afgeschreven. Geldt dat ook in de banksector? Ja, maar in beperkte mate. De opbrengsten van grotere schaal worden vanaf een relatief beperkte schaal vrij dun. Dus die curve loopt sterk op als je van een kleinere bank naar een iets grotere bank gaat. Maar begint dat heel snel te vallen. Dus het argument van je hebt grote banken nodig over de economie, want daar gaat het dan over met die schaal goed te laten draaien, dat klopt. Je hebt grote banken nodig, omdat grote bankiers zeggen dat je grote banken nodig hebt, omdat zij dan hun privatisering van diensten en socialisering van diensten kunnen. Dat is fundamenteel aan Chicago en toch weer niet. Want de grote belly van Friedman, George Stigler, die we al een paar keer gedaan hebben, heeft in 1973 een briljant stuk analyse gemaakt over de theory of regulation. En wat was de conclusie van Stigler op basis van een zeer ingenieuze en uiteraard ook weer empirisch onderbouwde studie? Wat is het probleem met regulering? Het probleem met regulering is dat regulering vaak gecapteerd wordt door de gereguleerden. Elektrabel, hallo. Je reguleert de elektriciteitssector Terwijl eigenlijk, dat weten we allemaal van ondertussen, Elektrabel de pen van staat. Dat is dus een regulering die gecapteerd wordt, ingenomen wordt, veroverd wordt door diegene die zou moeten gereguleerd worden. Het resultaat daarvan is over het algemeen niet direct wat je maatschappelijk moet hebben om efficiënte regulering te hebben. De financiële sector is daar toch wel een prototype voor en ook een uiteraard zeer belangrijke sector. Een sector die zeer actief is in het ondersteunen van politieke groepen, landen en zo. Dat die financiële sector ook op wereldniveau erin slaagt om het reguleringsproces te accapareren. Ik ken toevallig twee mensen vrij goed op de Bank voor Internationale Betalingen in Basel, de centrale bank, de centrale bankiers, die sinds een aantal jaren de fameuze Baselnormen, dat we zeker al gehoord hebben, de Baselnormen opstellen voor wat betreft de regulering van de banken. De mensen kunnen, ja, ik weet niet hoe ik het omschrijven, heroïsche verhalen of macabere verhalen vertellen van hoe zij daarna kunnen traceren van hoe een bepaald stuk ontwerpregulering van bij hen via de centrale banken van de individuele lidstaten met de Verenigde Staten helemaal duidelijk geaccapareerd wordt door de Goldman Sachs en anderen van deze. En terugkomt in Basel op een manier die vaak voor de mensen die de originele regulering onherkenbaar is. Dus dat. Friedman zou waarschijnlijk gezegd hebben, yeah, but that's because all regulations are. Het is complexer dan dat. En omwille van het feit dat de financiële sector dat uniek gegeven heeft, dat we kunnen dreigen met systeemkritiek. Impliciet dreigen, we zijn weinig expliciet dreigen, maar impliciet dreigen, als wij vallen, valt heel het economie. Maar dat je een calculus krijgt die fundamenteel ongezond is. En die je, vrees ik, dat staat open voor elke discussie of andere discussie, alleen kan bedwingen, maatschappelijk acceptabel maken, als je die, ik herhaal mijn woorden, die banks en die too big to fail kleiner maken. If they're too big to fail, they're just too big. Ik zou nog uren kunnen doorgaan naar Chicago en naar economische denkbeelden en wat dat vandaag betekent. Maar ik denk dat ik jullie lang genoeg besteld heb. Ik denk trouwens dat ik een beetje dus we zullen nu zo'n 10 minuten pauzeren. En dan komt er al mee. En daarna zullen we dan de vragen opnemen.